Hey, maar Jimmy, als je straks Charlie ietsje groter is, kunnen jullie met tweeën erin zitten en dan rondjes rijden buiten. Oeh, lekker. Wow, is wel hoog hoor. Ga je eraf? En een zwembad. En hoe blij ben je daarmee? Ja, met de ijsjes. Het lijkt alsof er gewoon iets nog niet helemaal goed is gegaan of zo. Dus, nou, ik ben benieuwd wat er nou weer uitkomt. Een fiets, een auto, een step. Hij kan het ook zonder, dat ik dacht, nou ja, dan pakken we alleen maar door. Maar nee, hij is er gewoon echt nog niet aan toe. Goedemorgen allemaal. Oh, liep jij onder die fiets of bijna? Hoor je? Hallo allemaal, wij gaan even lekker sporten en we gaan straks iets heel leuks doen waar ik jullie zo over zal vertellen na het sporten. Maar we gaan eerst even trainen en Milan die gaat dus eindelijk weer mee. Wat knap is, want hij heeft nog steeds nul energie omdat hij echt ook nu met zijn dingen die eruit zijn heel weinig heeft gegeten en ook slecht slaapt. Maar hij wil niet opgeven en hij wil gewoon weer gaan beginnen. Dus ik vind het echt wel knap. Hij zal niet zoveel energie hebben en ver komen als dat hij normaal zou kunnen. Maar alle beetjes helpen. Dus we gaan lekker sporten. Ah, daar zit hij hoor. Ja, maar we doen nou niet gas hier binnen. Want je kunt daar niet echt meer rijden als het zo vol staat met allemaal ander speelgoed, hè? Deze auto is alleen voor in op straat te rijden. Ook die andere. Welke andere? Die van jou. Mijn auto. Ja, de hele grote, echte grote mensenauto's, die mogen ook alleen maar op de straat rijden, hè? Ja. Kunnen ook niet mee naar binnen. Zie je, schuif eens op. Zijn jullie ook erbij? Ja, met tweeën. Zijn jullie auto? Mijn mama. Wow, mijn mama zit dat is wel leuk. Hey, maar Jimmy, als je straks Charlie ietsje groter is, kunnen jullie met tweeën erin zitten en dan rondjes rijden buiten. Kun jij je sturen en dan kan Charlie erbij zitten. Omdat jij dan zo goed kan rijden. Dat doet het niet. Nee, hij moet denk ik nog ietsje verder opgeladen zijn dat hij het dan wel doet. Dat is leuk hè, Charlie. Maar lieve mensen, we zijn alweer klaar met sporten en we gaan iets heel vets doen. Namelijk naar een of ander heel groot springkussenpark wat nieuw is. Harry, kom. En het is gewoon, als je de foto's ziet, wojo, één groot springkussenpaleis. Dus ook vet voor volwassenen schijnbaar. Ik weet even niet meer hoe het heet, maar het zit in Breda en het is echt mega vet. Dus we gaan daarheen. Kan jij dat? Wow. Wow, mensen, kijk hoe groot het hier is. Het is echt niet normaal. Wow. Kijk uit de schat, ik vind het echt gevaarlijk. Oh, ik word echt zo'n moeder die overal bang van is. Maar kijk hoe durft dat gewoon. Komt ie hoor. Durf jij daar naar beneden? Oh, die. Wow, is wel hoog hoor. Ga je eraf? Oei, oei. Goed zo.
ga je pakken? De middelste? Ja, oh ja, ik kan er niet op. Misschien lukt het jou. Kom op, baby! Kom op, baby! Ik kan veel harder rennen. Ik ben zin in deze kant. Was weer een aanrader, mensen. Echt heel leuk voor de kindjes en voor de ouderen. Ook stiekem wel. Ik weet inmiddels hoe het heet. Bounce Valley. Ja, Bounce Valley in Breda dus. Je hebt, er zit er volgens mij nog ergens eentje. Niet gesponsord of zo, maar gewoon een leuke tip. En dan is het nu tijd voor lekker makkelijk een soepje. Dit is een tomatengroentesoep. Tomatengroente oregano. Heel simpel, want compleet gesneden zat het hier al in, al die groentes. Deze is van de Albert Heijn. En er gaat een voorgedraaid balletje in. En er gaat een stokbrood wat al met kruidenboter besneden is. Ja, het is gewoon lekker makkelijk vandaag. Kom Jim Jim, we moeten gaan. Ik moet naar deze auto. Met die auto helemaal naar de sportschool rijden? Ja. Is een beetje ver. Dan denk ik, als je dat doet, als de accu het redt, wat al niet zo is, maar als je het doet, dan kom je morgen pas op de sportschool aan. Zo lang doet hij erover. Dus dat is niet zo handig, hè? Wel lekker. We kunnen straks een rondje rijden. We gaan nu eventjes met de grote auto naar de sportschool, want anders zijn we niet op tijd. Oh, dit grote auto. Dit grote auto. Wat is in deze auto sturen? Ja. We gaan wel kijken of ze op de sportschool ook iets leuks hebben waar je in kunt fietsen of zo, hè? Oh ja. Kom maar. Dan kan ik in. Ja. Dan kan ik op. Dan kan ik op. Ik heb ook een auto, een fiets, een auto, een step. Een motor. Kom schatje, we gaan. Hi, hi, chesty boy. Jim Jim is hier, maar hij zit elke keer stiekem te spieken. Hij zit daar op een mat. Oh, hij moet me niet zien. Hij zag mij volgens mij bijna. Zo, ik heb even een middag dit gedaan. En het voelde weer als was ik nog maar 3 uur langer blijven slapen. Oh. Ik vind dat heel dubbel, want Thijs doet bijna elke dag wel een powernap en dat is dan 3 kwartier, half uurtje, 3 kwartier en dan daarna kan hij er weer tegenaan. En bij mij duurt het dan vaak 1,5 uur voordat ik slaap, dus ik doe het al 1 uur. Ik word altijd wakker dat ik denk, oh, dan ben ik nog veel meer moe. Maar aan de andere kant vind ik het ook fijn om het wel te doen, want elk beetje slaap scheelt weer iets natuurlijk. Maar goed, we gaan zo lekker een ijsje eten, want het is zo lekker weer. En ik krijg hier helemaal zo'n lentekriebels. Hebben jullie dit ook, lentekriebels? Ik voel ze als ik naar buiten kijk en de zon schijnt. Voel jij ook de lentekriebels? Ja. Jimmy ook net wakker. We gaan dadelijk aankleden en lekker een ijsje eten, hè? Mam, ik in mijn tas zit op het bankje. Op het bankje zitten? Ja. Bij ons. Bij ons? Ja. Maar we gaan naar de winkel toe van de ijsjes. Ja. En daar kunnen we dan het ijsje ook meteen opeten. Ik heb even met de bal. Met de bal? Ja, dat is ook een ijsje. Oké. Met een horentje. Oh, je wil met een horentje. Dat is goed. Kom eruit, Jimmy. Je moet een ijsje kiezen. Dat kan niet als je daar zit, hè?
Hoppa. Oeh, zoveel keus. Oh, dat was wel heel snel gekozen. Meteen de eerste beste. Doe eens even rustig kijken wat je er lekker uit vindt. Nee, die blauwe die vind je interessant, maar die vind je niet lekker. Heb je al een paar keer geprobeerd, vind je niet lekker. Dat is de enige die je niet mag kiezen. Nou, ik zie er nog wel even voor kiezen. Met alcohol erin. Uh-huh. Ja, die mag die ook niet kiezen. Ja, dankjewel. Kijk eens, Jimmy. Jimmy. Oeh, lekker. Je wordt er wel een clowntje van, wou je zeggen? Ik heb nog nooit appelkruimel op. Maar ik lust appelkruimeltaart. Ja, ja. Het is meestal gewoon een beetje dat het naar kaneel smaakt. De nasmaak. Lekker? Ik heb geen appel, ik heb kaneel. Die van jou ziet er zo lekker uit, Jimmy, met die mooie snoepjes erop. Mm. En op je neus ook. Ja. Thijs is op stap voor het eerst in jaren. Nou ja, op stap is overdreven. Maar hij is voor het eerst echt sinds 2 jaar of zo. Waarom doet hij het niet? Uit. Voor het eerst sinds 2 jaar weer naar een hardstylefeest. Wij gaan altijd naar van die parties met hardstyle. En was natuurlijk met corona en zo. En Jimmy en alles al heel lang niet meer geweest. En nu is hij met mensen van zijn werk, gaat hij naar Reverse, is dat in België. En ik ben echt mega jaloers, want ik kan ook mee. Maar dat kan nog niet met de nachten van Charlie en de borstvoeding en zo. Dat is nog te afhankelijk van mij. Dus ik ga maar met Milan hier een feestje bouwen. Gewoon binnen. Nou, om 9:30 vanavond dan kunnen we het live meekijken. Dus ik wil wel even zien hoe het is. Maar ik ben echt oprecht heel jaloers. Goedemorgen. Deze zondagmorgen. Thijs, die is net een uur thuis. 8:30. 8:45 kwam zijn trein pas aan. Hij is vannacht naar een feest geweest, had ik gisteren verteld. En het was echt mega leuk geweest. Maar dat duurde tot 7:00 ochtends. Dus die ligt nu op 1 oor. Maar hij had het heel leuk gehad. En wat wil ik nou zeggen? Oh ja, Jimmy. Toch maar besloten om weer een luier aan te geven. Want ik heb het nou 1/2 week geprobeerd. En elke keer plast hij toch in zijn broek. En ik zet hem op tijd op de wc. Want dat was de eerste dag nog het probleem dat ik dacht, oh, ik ben zelf gewoon te laat. Maar nu was het zelfs een paar keer dat hij dan net geplast heeft. En dat hij dan 10 minuten later alsnog in zijn broek plast. Dus hij voelt het toch nog niet echt goed aan. En elke keer als ik hem op de wc zet, dan doet hij alles op de wc. Hij poept ook eigenlijk elke keer op de wc. Maar nee, hij is er gewoon nog niet aan toe. Zelf was ik sowieso al een voorstander van afwachten totdat hij zelf ermee komt. Tenzij hij straks 3,5 is, dan moeten we er op een gegeven moment wel iets mee. Voor school, puur alleen daarvoor. Maar ja, het was meer dat ze op het kinderdagverblijf zeiden van, hè, het gaat zo goed en hij kan het ook zonder. Dat ik dacht, nou ja, dan pakken we hem maar door. Maar nee, hij is er gewoon echt nog niet aan toe. Dus hij heeft weer een luier aan. En ik zet hem wel gewoon vaker op. Als ik denk van dat je de grote boodschap moet doen, maar met plassen is gewoon nog te vroeg. Wat gaan we doen? Een zwembad. En hoe blij ben je daarmee? Met ijsjes. Met ijsjes, mensen. Dat is heel belangrijk voor jullie. Ja. Een zwembad met ijsjes. Ik denk dat we die wel gaan vinden. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Kom, let's go. Ik heb een dop. Mensen, we zijn alweer terug van het zwemmen. Het was daar zo mega druk. Ben ik scherp? Ja. Het was druk, hè, in het zwembad. Ja. Maar het was wel heel leuk. Jimmy heeft heel veel gespetterd met het water. Ja. En gespeeld met de andere kindjes. Ja. En Charlie die heeft in het water, was zeg maar precies diep genoeg dat hij kon kruipen, wat heel leuk was. En dan ging hij aan de rand de hele tijd staan en alles proberen te pakken. Dus die vond het ook heel leuk. Dus we hebben genoten. Maar ik niet. Gewoon, als het dan zo druk is. Ik niet. Jimmy heeft niet genoten. Nee. Hij heeft ijsje op. Ja. En een snoepje op. Wat een feest. Wat een feest. Ja, dat als het dan zo mega druk is, dan weet je, dan laat ik de camera zelfs gewoon maar in het kluisje. Want dat vind ik dan ook geen doen om daar de hele tijd te gaan zitten filmen. En het is ook chaos, dus je hoort ons niet eens. Dus nee.
Maar het was heel leuk. Milan weer afgezet bij zijn ouders, want hij is weer ziek. Nou had Charlie eergisteren ineens koorts, 's avonds, 39,1 zelfs. En dat was de hele dag een beetje huilerig, dus toen vond ik hem heet. En toen bleek het dus ook koorts te zijn. En sindsdien zijn ze ook stront, alle twee, Jimmy en Charlie, stront verkouden. Echt helemaal weer dat het in de nacht zo helemaal vast zit. En ik denk dat Milan dat nu weer heeft overgekregen. Omdat zijn weerstand natuurlijk ook nog heel slecht is van de afgelopen 2 weken. Dus hij voelt zich weer hartstikke grieperig. Koortsig. Ja, we hadden geen thermometer thuis, maar ik neem aan koorts. Hoesten en zo. Negatieve zelftest, dat wel. Maar gewoon griep. En Charlie was de volgende dag alweer voorbij. Dus het was niet echt benoemenswaardig, maar wel weer vervelend. Milan toch weer liever naar huis wil, omdat hij gewoon daar gewoon beter zijn gemak kan houden. Als je gewoon niet lekker bent, dan is het vooral met de kindjes gewoon echt zoveel chaos bij ons thuis. Dat is echt niet chill om dan ziek te zijn. Het is nooit chill om ziek te zijn, maar ik bedoel, met kinderen om je heen kun je gewoon echt niet hebben dan. Dus, weer thuis afgezet. En nou had hij sowieso nog steeds heel veel pijn aan zijn kiezen van die eruit zijn gehaald afgelopen woensdag. Woensdag. En als het na 4 dagen nog steeds heel veel pijn had, dan moest je sowieso ook terugbellen. Het lijkt alsof er gewoon iets nog niet helemaal goed is gegaan ofzo. Dus nou, ik ben benieuwd wat er nou weer uitkomt. Maar hopelijk is het gewoon alleen deze griep en voelt hij zich morgen alweer ietsje beter dan vandaag. Met rust en zo. Hij blijft wel aan het sukkelen zo, is echt vervelend.